goed, ik had voor de start na de buitengewone raadsvergadering aangegeven dat de heer Kelder het voor zou zitten, maar soms veranderen de dingen, dus moet hij het weer met mij doen. Het is niet anders, maar ik hoop dat we samen tot een goede raadsdebatten komen vanavond. Allemaal weer voor de raadsdebatten ook van harte welkom. We hebben nog voor de raadsdebatten twee punten staan. De integrale beleidsnota sociaal domein 2019-2022. En de verordening jeugdhulp en verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Twenteram 2019. Dat zijn de twee onderwerpen. Er is een spreektijd toebedeeld per fractie van 5 minuten. Er hebben zich geen insprekers gemeld voor deze onderwerpen. Dus we kunnen meteen van start gaan met de integrale beleidsnota sociaal domein. En ik geef iemand van het GBT het woord. Ja, ja. Ja. Ja, maar er wordt net gezegd dat u het heeft ingediend, maar het is gewoon een voorstel. Dus de griffier zei, het is een raadsbesluit, dus dan geldt het indienen niet. Ja, dus vandaar dat ik gewoon mijn lijstje afga die ik van de griffier gekregen heb. Want het is niet een verzoek van een fractie, het is gewoon een raadsvoorstel. Dus dan gelden wat andere regels, ja. Regels en regels, meneer Kouder en meneer Reusken. Dus ik geef de heer Alpersen het woord. Alpersen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En ik heb geen zin intentie om ruzie te maken met mijn buurman. Dus ik had hem van harte de aftrap gegund, maar ik pak hem graag. Integrale beleidsnota sociaal domein 2019-2022. Het leek mij goed om mijn eerste bijdrage te beginnen met een makkelijk thema. Dan kom je dus al snel uit bij het sociaal domein. Dat niets minder waar is, hoef ik geen van jullie uit te leggen. En dat het college betreft de vormgeving van ons sociaal domein spreekt over een van de grootste uitdagingen, zal ook niemand verbazen. Ook binnen de GBT-fractie erkennen we de pijnpunten op dit gebied. Er is veel geld nodig om op een goede wijze invulling te geven aan de verschillende domeinen. Hierop zijn we gedurende de behandeling van de programmabegroting met elkaar uitvoerig in debat gegaan. Een vernieuwde aanpak waarover wordt gesproken sluit op meerdere fronten prima aan op de liggende coalitieakkoord. Kernachtig en veranderend zou ook zomaar de titel van deze nota geweest kunnen zijn. In het gros van hetgeen er benoemd is, kan onze fractie dan ook prima vinden. Een compliment richting de betrokken wethouders en het ambtenarenbestand is dan ook op zijn plaats. Toch zijn er zaken die nog vraagtekens oproepen bij onze fractie. En graag loop ik daarom de beleidsnota ook even met u door. En wees gerust, alle 50 kantjes ga ik in deze 5 minuten niet redden. Dus het gaat om een nota in hoofdlijnen, maakt het dat de vrije interpretatie bij vlag aan de overhand kan gaan nemen. De hoe-vraag werd onze fractie regelmatig gesteld na het lezen van de concept-inspraakversie in oktober. Het is goed om te zien dat een deel van deze hoe-vragen al weggenomen zijn in de uiteindelijke versie van deze nota. Toch, we beginnen met de hoe-vraag. Hoe gaan we problemen aanpakken op het gebied van taalontwikkeling, was bijvoorbeeld een van onze vragen. Door het toevoegen van een passage betreft laaggeletterdheid wordt hier al grotendeels invulling aan gegeven. Er ligt een plan op dit gebied en dat doet onze fractie deugd. In december 2017 hebben we middels een motie actieplan laaggeletterdheid niet voor niets laten weten en dit thema zeer urgent te vinden. Hoe mooi is het dan ook dat we deze week kunnen constateren dat Twenterand en Middelburg de enige twee gemeenten in Nederland zijn die het coalitieakkoord ook in aparte versie voor laaggeletterden beschikbaar hebben gesteld. Hierin hebben we dus overduidelijk een voortrekkersrol. Dat lijkt ons een compliment voor de gemeente in zijn totaliteit. Het ontwikkelen van een optimaal sociaal leefklimaat voor inwoners en ondernemers staat centraal. Een citaat uit deze nota. Het is een prachtige passage die u allen hier aanwezig van ongetwijfeld zult omarmen. Maar hoe reëel is dit, is een dergelijk streven? Zou u met z'n allen niet gedwongen om meer op financiële gronden keuzes te maken? Niet bij alle inwoners zullen deze keuzes de handen op elkaar krijgen. En juist die inwoners zijn voor ons zo belangrijk. Inwoners die uit eigen ervaring mee kunnen en mogen denken. Zeker op het gebied van hen die mantelzorg verlenen en betreft controle op geleverde zorg. Je moet terecht kunnen bij zorginformatiepunten met vragen. Maar zeker ook met een mening of een opmerking. Formeel en informeel. Daarop inhakend moeten wij als gemeente natuurlijk zorgen dat men weet waar men terecht kan. En dat deze informatie op een begrijpelijke, heldere manier bij de mensen terecht komt. Iedereen mag meedoen in de samenleving, ongeacht achtergrond, leeftijd en beperking. Nog zo'n gouden citaat, die ik in alle eerlijkheid, ook zelf in een net iets ander jasje, regelmatig bezig bij mijn eigen werkgever. Maar als we dan kijken naar de faciliteiten op het gebied van sport voor mensen met een beperking, kan iedereen dan daadwerkelijk deelnemen?
Het G-voetbal in Drachten gecombineerd door beide vice-versa clubs, dat vind ik zelf een mooi voorbeeld van hoe het kan werken binnen onze gemeentegrenzen. Maar hoe groot is eigenlijk de rol van de regio Twente? Zeker als je dan kijkt naar de minder bekende sporten. Kijken naar de thema's zijn we als fractie van mening deze sterk zijn. Ik soms gewoon even op, omkijken naar elkaar, economisch vitale inwoners, iedereen doet mee en thuis is het fijn en veilig. Bijna alle inwoners zullen begrijpen waar het over gaat. Ik lees meermaals dat reguliere oplossingen de voorkeur krijgen boven oplossingen voor specifieke doelgroepen. Maar we vragen ons af, wat verstaan we dan onder reguliere oplossingen? Het GBT prefereert een heldere communicatie. Wij schrokken dan ook van het percentage betreft bekendheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor WMO en jeugd. Respectievelijk slechts 26% en 20%. Hoe gaan we zorgen dat deze bekendheid vergroot gaat worden? Blijven innoveren klinkt niet slecht. Maar is er voldoende oog voor het behouden van het goede? Het weghalen van vastigheid en herkenbare punten zou in onze optiek kunnen leiden tot een boemerang-effect. En dat moeten we natuurlijk niet willen met elkaar. Dan personen met verward gedrag. Ik citeer. Op lokaal niveau werken we aan een persoonsgerichte aanpak om problemen sneller te signaleren en vroegtijdig passende ondersteuning te bieden. Onze fractie blijft graag op de hoogte van ontwikkelingen betreft deze aanpak. En is het eigenlijk met jeugdigen met een voogdijmaatregel? Hoe kan het dat biologische ouders niet in Twenterand wonen, maar deze jeugdigen wel in gezinshuizen binnen onze gemeentegrenzen verblijven? Komen deze jeugdigen van ouders uit Twenterand dan standaard buiten de gemeente terecht? Een bijzondere situatie als je het ons vraagt. Over passend werk en zelfredzaamheid. De banengroei is omvangrijk genoeg om de werkloosheid te laten dalen, maar niet sterk genoeg om kansen aan iedereen te bieden. Opmerkelijk omschrijving, maar wel zeer treffend vinden wij. Met de Twentse belofte nog in ons achterhoofd zijn wij van mening dat vroegtijdige signalering voor mogelijk probleemgevallen een preventieve werking kan hebben. En afrondend, in ieder geval daar ga ik naartoe. Bij een kleine zoekopdracht, beste gemeenten betreft sociaal domein, kwam ik als eerste uit bij de 10 gouden gemeenten van sociaalwerkennederland.nl. Veel punten uit de rode draad van om te voldoen aan de eisenborden bij de 10 gouden gemeenten spraken onze fractie bijzonder aan. Ik citeer even weer. Een gemeente geeft de ruimte aan burgers en sociaal werkers om in samenspraak met de gemeente het beleid vorm te geven. Nou, er zijn meerdere bullets, waarvan ik het eentje even wil gaan benoemen. Drie eigenlijk, kort. De gemeenten zijn lerende en samenwerkende gemeenten. We maken de lokale samenleving sociaal toegankelijk voor kwetsbare mensen met een beperkingen, door met hen en bijvoorbeeld werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten afspraken te maken in participatiemogelijkheden. Nou, echt afronden. Ja, ik wou zeggen, ik wou net zeggen, gaat u afronden, want u zit al in zeker. De... Ja, ga ik doen. Dank u wel. De GBT-fractie pleit voor continue aandacht voor de invulling en uitwerking van deze hoofdlijnennota. De heer Rusken van PvdA GroenLinks heeft in het eerste stadium al aangegeven het debat te willen blijven zoeken en voeren. Die mening delen wij van harte met hem. Bij voorkeur over specifieke thema's. Mocht er aan de orde komen natuurlijk. Want deze nota is goed, prima verwoord en ook een mooie weergave wat men de komende jaren mag verwachten. Maar logischerwijs te veel omvattend om helemaal er niet over in te gaan. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan, ik dacht soms duurt het... Ja. ...om het vol te houden vanavond. Maar dat is niet een uitnodiging om het heel lang te laten worden vanavond. Dat begrijpt u wel. Ik kijk naar de CDA-fractie. Aan mevrouw Bramer aan u het woord. Voor ons ligt een overzichtelijke, goed leesbare beleidsnota, waarvoor dank. Het CDA herkent vanuit eigen visie veel punten terug in de nota, zoals bijvoorbeeld één gezin, één plan, één regie, waarbij de zorgvragen centraal staat. Eveneens zien we twee belangrijke CDA-pijlers terug in deze nota, namelijk de gespreide verantwoordelijkheid. Iedereen levert op zijn of haar manier een unieke bijdrage aan de samenleving en de gemeente zorgt ervoor dat er vertrouwen is. En twee, solidariteit, betrokkenheid onderling tussen mensen, waarbij de overheid zorgt voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs en inkomen voor iedereen. Het zal u daarom niet verbazen dat het CDA met deze beleidsnota goed kan leven. We zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het college het beleid gaat vertalen naar de uitvoering. Zijn er evaluatiemomenten gepland om de voortgang te bespreken en om de gemeenteraad te informeren over hoe het beleid wordt toegepast in de praktijk? Wat kunnen we nog meer doen in de leefwereld van de inwoners om te voorkomen dat er specialistische zorg nodig is?
We lezen immers in de beleidsnota, met name vanuit de gesprekken met de professionals, dat de ondersteuningsbehoefte toeneemt en ook de vraag naar jongerenhulp groter wordt. Hebben we in beeld wat niet of onvoldoende werkt in de huidige aanpak en wat kunnen we hier eventueel in veranderen? Moeten we bijvoorbeeld met andere organisaties in gesprek dan de huidige die ingeschakeld worden? Juist bij kwetsbare groepen is een voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld Waypoint, een goed alternatief voor een regionale of zelfs landelijke instantie die soms vanwege de huidige indicatienorm niet direct zorg kan leveren. Hier denkt het CDA bijvoorbeeld aan de inzet van een buddy. We zien dit bovendien als een laagdrempelige manier van ondersteuning die vaak vertrouwen schept bij de zorgvragen, mede omdat er niet meteen een instantie als bijvoorbeeld Dimens of Tactus ingeschakeld is. Bovendien blijkt dat deze laagdrempelige manier van ondersteuning vertrouwen schept bij de zorgvragen, waardoor hij of zij gemakkelijke hulp accepteert en minder specialistische hulp behoeft. Het CDA vraagt of de wethouder kan uitleggen wat bedoeld wordt op bladzijde 6 met de specialistische uitvoering bij professionals van aanbieders. Bij het thema omkijken naar elkaar zou het CDA willen voorstellen om meer aan te sluiten op de natuurlijke netwerken en ontmoetingsplekken zoals kerken, scholen, het verenigingsleven, waardoor we niet opnieuw een nieuwe infrastructuur hoeven te worden ingezet. De inzet van kernteams kunnen deze inzet nog meer versterken. Ten aanzien van de financiën. Bij de begroting is om extra geld gevraagd voor meer FTE op het sociaal domein. Daarover lezen we niets in deze beleidsnota. Kunt u ons inlichten hoe u dit voor ogen heeft? Het CDA wil graag dat de extra gelden voor het sociaal domein weggezet worden in de zorg. Volgens het CDA moet er binnen het sociaal domein slimmer georganiseerd worden, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers, het inzetten van laagdrempelige voorliggende voorzieningen en meer aansluiten bij de natuurlijke leefomgeving. We zijn erg benieuwd naar de uitvoering van deze beleidsnota, want op papier alles organiseren is mooi, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering in de praktijk. Voor zover. Dank u wel. Dan kijk ik even naar... Aan u het woord, mevrouw Hilbering. Dank u wel, voorzitter. De integrale nota sociaal domein. Wat we gelezen hebben is dat er een toename is in GGZ-problematiek, in laaggeletterdheid en in eenzaamheid. Tevens is toegankelijkheid een thema dat door meerdenkende organisaties is genoemd in het kader van mensen met een beperking. We zijn heel erg blij dat heel veel mensen ook de moeite hebben genomen om een reactie te geven op deze nota. Hij is algemeen geformuleerd, dus hij heeft ook inderdaad, in die zin kan je daar ook heel veel van vinden en hebben ook organisaties daar op hun manier aandacht aan besteed. En daar zijn we heel blij mee, want dat laat zien dat daar een meewerkende groep mensen is in het middenkader die mee wil denken over de hulp die wij aan jongeren geven. Goed om te lezen dat zowel in de visie als in de reacties aandacht wordt besteed naar deze punten en dan met name aan de laaggeletterdheid. Ook de relatie tussen jeugdhulp en onderwijs wordt ingebracht als factor waarop nog een verbetering gerealiseerd kan worden. Daarbij wordt in de nota de samenwerking tussen organisaties onderling genoemd. Belangrijke punten die al vaker aan de orde zijn gekomen, maar helaas nog steeds als zodanig worden ervaren. Er ligt dan ook een grote klus. Als we in de visie de vergelijking zien van Twenterand en omliggende gemeenten in Twente, dan valt op dat wij voor Enschede genoemd worden qua jeugdproblematiek en na Almelo en Hengelo in de rij staan. Gelukkig zijn we hiervoor in ieder geval dit jaar gecompenseerd door het Rijk met een bijdrage uit de strafimport. Helaas neemt dat niet weg dat deze problematiek structureel tot ons takenpakket is gaan behoren. De ChristenUnie-fractie ziet een aantal kernpunten naar voren komen die mogelijk een verband houden met de opgave die we hebben te doen in deze domeinen. We zien de laaggeletterdheid en we lazen ook dat 17% van de jongeren kampt met een achterstand in het onderwijs. We hebben te maken met overerving, vecht-CQF-scheidingen, LVB-problematiek, eenzaamheid en mogelijk als gevolg van een aantal van deze punten polarisatie in onze gemeente. We proberen een verband te zien en sluiten aan bij hetgeen in de visie wordt genoemd. Er worden wel een aantal verbanden gelegd en oplossingen geboden, maar wat een lastig punt, maar wat wel nodig is, is afstemming en samenwerking onderling. We hebben nu gezien dat het middenveld hierin meedenkt en dat zien we als kans om daarin ook daadwerkelijk stappen te gaan maken in de afstemming en samenwerking.
We hebben als raad onlangs een mooi betoog gehoord over het aangaan van andere samenwerkingsvormen met aanbieders. We denken dat dit kansen kan bieden. Zoals we nu in deze nota kunnen zien, die er overigens prachtig uitziet en goed leesbaar is, dan zien we dat betrokken partners, de zorgverleners, ervaren wat zij ervaren en hoe zij aankijken tegen de opgaven. Tevens zijn die inspraakreacties heel serieus opgepakt en worden ze uitgevoerd door de gemeente of worden ze ook verwerkt. Zou deze samenwerking nog een stap verder kunnen gaan door daarin aan de uitvoerende partijen de opdracht te geven tot samenwerking onder regie van de gemeente? De gedeelde zorg is groot en de wil om er iets in te veranderen ieder. Dit lees en hoor je terug in de nota, maar dat kan je ook opmaken uit het hoge cijfer dat onze cijfer behaalt op de PSO-ladder. Geweldig. Wat de CU-fractie betreft beginnen we echter bij het begin en dat is toch die laaggeletterdheid. Het meer kunnen laten doen van de kinderen op scholen. Ook het Rijk ziet hiervan de noodzaak in en stelt extra middelen beschikbaar. Een voorbeeld hiervan, al is het dan een kleine bijdrage, een voorbeeld hiervan die al in grote steden wordt uitgevoerd is de voorschool of uitbreiding van de VVE-uren. Hierbij moet niet de betrokkenheid van ouders vergeten worden, omdat de kinderen anders deze overdracht niet gaan accepteren. Maar wellicht kan het een rol spelen in laaggeletterdheid. Misschien dat specifiek op dit punt betreft in ieder geval veel aandacht gericht kan worden op die oude betrokkenheid. Hoe denken ouders daarover om kinderen naar een voorschool of naar een uitbreiding van de kinderopvang te laten gaan met VVE-uren? Daarnaast als tweede punt de zorg voor kinderen rond de scheiding van ouders. Het college pakt dit punt voortvarend op, zoals we ook in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken. En daar zijn we blij mee. Maar helaas is het ook echt nodig. Ook hiervoor hebben we enigszins de wind mee, omdat dit punt ook door het Rijk als belangrijk wordt gezien. Wij vragen ons af welke plekken die vechtscheidingen kunnen innemen in de loketfunctie. Het lijkt erop dat deze functie vooral gericht is op preventie van vechten. Maar we gaan ervoor uit dat dit wel aan bod gaat komen. Daarnaast nog een punt van aandacht wat de ChristenUnie betreft en dat zijn de boeren. Wij vinden het een heel goed initiatief dat een erfcoach meer kan helpen met omdenken en zoeken naar alternatieven of ondersteuning. Wellicht is het een suggestie dat deze bedrijven iets kunnen betekenen in een inclusieve arbeidsmarkt. Met een omgeving die voor veel mensen helend en inspirerend kan zijn. Wellicht met een link naar vroeger, bijvoorbeeld bij beginnende of al een iets verder gevorderd stadium van dementie, maar ook naar de toekomst toe. Werken met de handen en produceren van ambachtelijke producten. Gaat u ook afronden, mevrouw Hilbrink? Ja, het laatste punt wat we willen noemen is de jonge mantelzorger. Het is heel goed dat er aandacht besteed blijft worden aan deze term en aan de mogelijkheden die de gemeente biedt voor deze groep. We willen hierbij ook nadrukkelijk de jonge mantelzorgers noemen en daarom vragen of scholen en ook andere plekken waar ouders en kinderen komen meegenomen worden in de informatievoorziening. Het is een wat minder bekend fenomeen. U zegt wel, ik ga afronden, nog één zin en dan stopt u, want ik ben dan ruim over uw tijd. Oké. Nou, om preventief te willen zijn, willen we dit punt aanhalen en willen we vragen of daar extra zorg en aandacht voor kan zijn. Punt, dank u. Punt. Ja, een minuut over tijd. Ja. Ik sta boven de partijen, dat weten u dus. Ik laat ietsje toe, maar na één minuut zeg ik toch wel van stop. Meneer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het beeld is dat de basisvoorzieningen in Twenteland op orde zijn. Er is een nieuwe focus nodig, lezen we ook, en om de hardnekkige problematiek te bestrijden. Voorzitter, ik heb ook focus nodig, anders red ik het ook niet binnen mijn tijd. Het is goed dat dit plan er nu ligt. U gaat in gesprek met de samenleving, met de verenigingen, de kerken. Ongelooflijk veel vrijwilligerswerk wordt daar gericht. Dat is toch wel heel belangrijk om te onderstrepen, want dat is eigenlijk onbetaalbaar. Mooi dat de identiteitsgebonden zorg mogelijk is. Dank daarvoor. Voorzitter, het gaat eigenlijk om ons allemaal. Aan de ene kant wil je alles en aan de andere kant kun je ook niet alles. Er ligt een grote uitdaging om alles betaalbaar te houden. En hoe houden we de grip op de uitgaven? Worden de middelen wel doelmatig besteed? Niet alles is te meten, maar op de middellange termijn moet er een positieve trend zichtbaar zijn. Wat doet het college om onvoldoende controleerbare declaraties als oneigenlijk of fraudeleus gebruik van voorzieningen tegen te gaan? Wanneer daarvoor extra middelen worden ingezet vanuit de gemeente, dan is het onze overtuiging dat daar misschien wel een flinke besparing oplevert.
Bent u daar bereid om ook, deelt u deze mening en bent u bereid om daarop in te zetten? Dan noem ik nog een aantal punten. Op pagina 12 wordt er gesproken over vererving. Professionals zien veel vererving van problematiek binnen gezinnen, waarbij het lastig is om de patronen te doorbreken. Het goede voorbeeld ontbreekt en de juiste competenties ontbreken. Is deze groep verder te definiëren? Om welke groep gaat het eigenlijk? Heeft u daar een beeld van of hoe kunnen we daar op een of andere manier een positieve trend van maken? En dan, voorzitter, door meerdere sprekers al aangehaald de laaggeletterdheid en de VVE-activiteiten. Er zijn ook door verschillende mensen en organisaties zienswijzen daarover ingediend. De SGP-fractie ziet mogelijkheden door VVE-activiteiten niet alleen voor te bestemmen aan de kinderopvang, maar ook de VVE-mogelijkheden aan te bieden aan de scholen. Je kunt daarmee vroegtijdig laaggeletterdheid aanpakken en dat is ook goed voor de doorgaande lijn. Scholen hebben de kennis van de kinderen uit gezinnen. Scholen hebben echter geen middelen om dit hiervoor geld aan uit te geven aan VVE-activiteiten. En vaak ontbreekt ook de know-how. In het verslag van de OGO, passend onderwijs, IBN, sociaal domein, las ik daarover goede berichten, ook over pilots. Maar als ik dan uw verslag lees met betrekking tot de reactie op de verschillende zienswijzen en verslagen van de gesprekken die er geweest zijn, dan noemt u goede woorden, hè. Wij nemen het mee, maar nemen het rest voor kennisgeving aan. Moet ik dat lezen dat er daar verder niet meer wat meer gebeurt of zet u daar wel op in? En dan, voorzitter, versterking van het platteland. Hoe krijg je boeren in beeld waar eenzaamheid, armoede of verwaarlozing is? U heeft het over een erfcoach, niet per definitie iemand van de gemeente. Maar wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? En er moet een instrumentenkoffer ontwikkeld worden met een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden. En er wordt voorgesteld om de regels te beperken. Om welke regels hebben we het dan? Gaan wij de agrarische sector omarmen door niet beperkende maatregelen op te leggen, hè, zodat ze ook een goede boterham kunnen blijven verdienen? Hè? Wat is daar de lijn in van het college? En dan de gezinshuizen, voorzitter, als laatste punt. Twenterand heeft relatief veel gezinshuizen. Ik begrijp, er staat geen hek om Twenterand, om dat misschien te weren, maar dat is volgens mij wel een van de redenen waarom wij zoveel mensen hebben die zorg nodig hebben. Is dat ook op een of andere manier te reguleren of hebben we daar geen enkele grip op? En, want daardoor, dat gaf mevrouw Hilbrink ook aan, daardoor staan we volgens mij ook voor Enschede relatief gezien. Dus ook graag daar een reactie op. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, u heeft goed gefocust. Complimenten. Ruim binnen de tijd. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. We weten dat dit een kaderstellend stuk is. Maar af en toe had ik wel het gevoel, ja, wat moet ik ermee? Zoveel algemeenheden. Dat maakt het ook lastiger. En doordrenkt met politiek correcte woorden als verbinding. Omkijken naar elkaar. Iedereen doet mee. Samenwerkingsverbanden, transparantie, enzovoort, enzovoort. Hoe moet je dit nu beoordelen? Het is toch een vaag stuk. En wij zorgen wel een beetje van de inbreng van een zestal gesprekspartners, waarvan we alleen vonden eigenlijk dat de inbreng van de adviesraad sociaal domein uitgebreid en professioneel was. En we schrokken een beetje van de inbreng van de andere partijen, vol met taalfouten, geen hoofdletters gebruikt. Het zag er niet uit wat ons betreft. En aan de wethouder vragen we dan ook, zijn die partijen dan onvoldoende uitgedaagd of hebben ze te weinig tijd gehad dat het allemaal met spoed moest? Dat viel ons op. En als we het stuk lezen, had het wat ons betreft ook geschreven kunnen worden door een andere gemeente. En af en toe hadden we het gevoel dat het één op één gekopieerd was van een andere gemeente. Klopt dat? U spreekt over transformatie. Maar we willen graag weten, wat wordt er precies getransformeerd? Kunt u dat nog nader toelichten? En dan spreekt u over een visie. En als we kijken naar de visie, dan zien we eigenlijk drie ballonnetjes met drie regeltjes. Is dat de visie? Want wij vinden dat eerder visieloos als we daar naar kijken.
Er wordt gesproken dat er moet worden ingezet moet worden op een duurzaam en betaalbaar stelsel. En wij willen graag van de wethouder weten, wat verstaat u onder betaalbaar? Is dat een bepaald bedrag per cliënt of is dat een bepaald bedrag per inwoner? We horen het graag. En kunt u ons uitleggen wat u precies bedoelt met een maatschappelijke inhaalslag? In welke beroepen heeft dit plaatsgevonden? Want wij vragen dit omdat met name in de jeugdzorg vinden wij het EQ belangrijker dan het IQ. Omdat je met mensen te maken hebt. Waarom heb je als dienstverlener in de sociale zorg per se een hbo-opleiding nodig? Graag een antwoord. En hoe komt het dat er meer jongeren en kinderen zijn met een taalachterstand? Voorzitter, het blijft een algemeen stuk. In de politiek noemen ze dit kaders. En hoe toets je dan of beleid heeft gewerkt? Graag horen wij van het college of er geen concrete doelstellingen zijn geformuleerd. De PVV houdt van feiten, we houden van concrete doelstellingen. Kan het college een paar concrete doelstellingen formuleren waarop we het college kunnen afrekenen? Wij denken dan bijvoorbeeld aan een formulering als de huidige zorgkosten beslaan zoveel euro. En die bestaan voor zoveel euro uit managementkosten, zoveel uit administratieve kosten en zoveel uit daadwerkelijke zorgkosten. En dan zouden wij het fijn vinden als u dan als college zou formuleren, wij gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de managementkosten en administratieve kosten met 25% verlaagd worden. Ja, daar houden wij van die concrete doelstellingen. Een andere zou kunnen zijn, de kosten voor jeugdzorg beslaan nu zoveel euro. Door minder gebruik te maken van multidisciplinair overleggen met allerlei partijen, maar meer met buddies en ervaringsdeskundigen, waardoor je ook meer efficiënt kunt werken, brengen we de kosten per jongen terug van dit bedrag naar dat bedrag. Dat is ook een concrete doelstelling. Een andere doelstelling zou kunnen zijn door mensen tekorten op een bijstandsuitkering, als ze wel kunnen werken maar niet willen werken, brengen we de bijstandsuitkeringen terug met 30%. Is ook een concrete doelstelling. Dus waarom geen concrete doelstelling? Doelen die bereikt moeten worden, want dan kunnen we u ook complimenteren op het moment dat die doelen zijn bereikt. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ook u was ruim binnen de tijd. Dank u. Dan geef ik als laatste de heer Reusken het woord, want ik heb begrepen dat de heer Kobus zich had teruggetrokken. Klopt. Ja, voordat ik een fout maak, dat zou ik niet op mijn geweten willen. Heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Excuus dat ik me zo opdrong om als eerste te gaan spreken. Maar dat geeft al aan hoe belangrijk wij dit thema vinden. Ten meer, als je praat over dit thema, hebben we het wel over 50%, of misschien zelfs wel meer dan 50% van de gemeentebegroting die in dit sociaal domein omgaat. Dus het is zeker een belangrijk thema waar niet voldoende aandacht voor kan zijn. Dat heb ik al vaker gememoreerd. Voor ons ligt de nota sociaal domein zonder titel. Jammer dat hij geen titel heeft, want als je teruggaat van 7 voorgaande nota's naar 1 nota, wat op zichzelf al een compliment is om dingen te verbinden, dat is niet niks. En in tegenstelling tot wat de PVV zit, dus in die zin ben ik wel blij dat ik na de heer Veldmeijer aan het woord ben gekomen, want ik vind dat hier wel een goed stuk ligt. En ik vind dat hier wel degelijk aanzetten worden gedaan om te kijken hoe we hier in Twenterand met elkaar dat sociale domein willen gaan invullen, al is het op hoofdlijnen. Suggestie voor de titel zou wat mij betreft zijn verbinden en meedoen. Want daar gaat het volgens mij ook om. We moeten met elkaar vraagstukken in deze samenleving, in deze lokale samenleving, oppakken. En het gaat om meedoen van iedereen. En de mensen die daar moeite mee hebben, moeten de steun van ons krijgen. Deze nota vraagt nog wel om verdere uitwerking. Dat heeft de Sociaal Domeinraad ook uitvoerig aangegeven. En dat klopt ook. Wat mij betreft moeten wij vooral hier in de raad gaan over wat willen wij bereiken. Wat willen wij uiteindelijk over 4 jaar, want dit is niet zoiets wat je in een jaar regelt. Wat willen we over 4 jaar bereikt hebben? Het hoe, dat moeten de mensen in het veld doen. Daar gaan we niet over. Daarvoor hebben wij ook niet de kennis in deze raad. Het hoe is vooral aan de partijen in het veld. Voordat ik nog even inga op de nota, voorzitter, zou ik nog 3 zaken willen benoemen en ook aan de wethouder mee willen geven. Allereerst een compliment om te lezen gisteren in de krant dat er weer geld naar Twente gaat als het gaat om het transformatiefonds Jeugdhulp Regio Twente. Ruim 1,3 miljoen euro.
met een aantal belangrijke thema's waar het gaat om die jongeren. Minder is het nieuws wat ik vanavond op Twitter voorbij zag komen, waarin de website van de gemeente Twente-Rand afgekeurd is. Overigens zag ik 10 minuten later voorbij komen van de gemeente Twente-Rand dat ze al een aantal verbeteringen hadden doorgevoerd. Maar dat vraagt wel aandacht. Het gaat over toegankelijkheid. Ook een thema van belang voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks, waarin we om blijven vragen om dat te doen. En wij zouden vragen van toets die toegankelijkheid eens een keer in Twente-Rand met ervaringsdeskundigen. De nota, voorzitter. Die zal ik niet geheel doorlopen. Er zijn een aantal zaken ook al eerder genoemd door mijn collega's. Daarbij gaat het om laaggeletterdheid. Ik noem nog maar eens, landelijk is 10 tot 11% van de Nederlandse bevolking. En dan gaat het niet alleen maar over mensen die allochtoon zijn, maar ook autochtonen. 10 tot 11% heeft moeite met lezen en schrijven. We kunnen daar niet onvoldoende aandacht aan blijven besteden. En dat gaat verder dan alleen maar het collegeprogramma in heldere taal te formuleren. Het gaat om dat deze mensen weer mee kunnen gaan doen. Een ander punt is de armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Gisteravond, ik weet niet of u naar Pauw heeft gekeken, maar er werd ook duidelijk, het zijn niet alleen maar mensen met een uitkering die armoede leven, het zijn ook mensen die gewoon werken en aan de onderkant van die arbeidsmarkt zitten en nauwelijks iets kunnen verdienen om rond te komen. Dus ook daar vraag ik aandacht voor in dit verhaal. Als het gaat over het scheidingsloket, ik heb al eens eerder aangegeven, wij zijn daar zelf geen voorstander van. Wij zouden veel meer bepleiten. Wat kun je nog verder aan de voorkant doen om te voorkomen dat ouders, dat zijn vaak ouders van het jonge kind, uit eigen praktijkervaring gaat het dan bijvoorbeeld om kinderen met een beperking. Dat heeft impact op die relatie. Kijk ook naar die relatie, hoe die relatie sterk kunt laten zijn. En investeer daar ook in. En ga daar ook mee aan de slag. En wat betreft het jonge kind, vraag ik aandacht voor, en dat is even een beroepsterm, integrale vroeghulp. Dat wil niets anders zeggen. Kijk met verschillende mensen naar dat hele jonge kind, 0 tot 4 jaar gaat het dan over, waarbij je niet alleen maar kijkt vanuit de hulpverlener, maar ook vanuit kijkt van de medische kant met verschillende mensen om daar op te investeren. Dat helpt en dat blijkt ook uit praktijk uit andere regio's. In Twente hebben we die integrale vroeghulp niet meer. Ik zou willen pleiten om dat weer naar voren te halen. Voorzitter, nog 2 punten. Maatschappelijke opvang en als het gaat over daarvoor zorg te dragen, dat vraagt ook om goede huisvesting en passende woning. Wordt genoemd in de nota, maar ik ben benieuwd hoe dat nu in Twente-Rand en in de regio Twente is geregeld. Want ik voorzie dat daar nog wel eens problemen gaan ontstaan en ik denk dat we moeten proberen dat te voorkomen en daar goed naar te kijken. Tot slot, voorzitter, om dit goed uit te kunnen voeren, vertaalt een vertaling naar een uitvoeringsprogramma. En vraagt ook, geeft men aan, om concrete doelen te formuleren, zodat we die ook terug kunnen zien in de programmabegroting. Ik zou graag van de wethouder willen weten hoe hij dat in het vervolg vorm gaat geven. En daarbij is niet onbelangrijk, maak gebruik van data. Er zijn ontzettend veel informatiebronnen beschikbaar, waardoor je, als je dat vertaalt naar Twente-Rand, ook al kunt kijken van, hé, waar moet ik op inzetten? Waar moet ik aandacht aan geven? En ik denk dat het verzamelen van data, dat wordt niet genoemd in de nota, maar wel een belangrijk onderdeel is om dat op te pakken en mee te nemen in de keuzes die straks worden gemaakt. Punt. Precies, voorzitter. Je had de woorden aan, uit mijn mond. Na 5 minuten, ik heb al 2 punten, dus ik dacht, ik weet precies wanneer de 5 minuten om zijn. Ik heb al mijn punten besproken. Ja, maar goed, hier zit ook een minuut over uw tijd. Dus ik wil het wel even memoreren. Anders kijken we hier met allerlei mensen problemen. Dat wil ik ook niet hebben. Ik geef het woord aan de wethouder. Wethouder Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. En dank aan de reacties vanuit uw raad. En dank ook voor de complimenten die uitgedeeld zijn, ook ambtelijk. Die zal ik zeker doorgeleiden. Maar ik denk dat de complimenten ook moeten naar onze partners die meegeholpen hebben bij de totstandkoming van deze nota. Er zijn een aantal vragen gesteld en laat ik in zijn algemeenheid het volgende over de nota zeggen. Ik begrijp dat het wellicht wat wennen is, zo'n nota die 200 plus pagina's vervangt en dan ligt er eentje van 40 pagina's en dan denkt u wellicht, ja, het is mooi, het is algemeen. Ja, het is algemeen, want het is een integrale beleidsnota.
En deze nota biedt ook voor u als raad steeds opnieuw kansen om mee te denken, om kaders te stellen, om ons ook te helpen hoe we dit sociaal domein verder vorm moeten gaan geven. Want door niet klassiek te schrijven en door niet een document van, laten we zeggen, 80 tot 100 pagina's bij u neer te leggen, met daarbij de uitvoeringsagenda, ik kom daar zo meteen nog verder op, waarin we zeggen van nou, 2019 tot 2022 gaan we, eerste kwartaal 2019 doen we dit, enzovoort tot 2022. Nee, deze nota is juist op hoofdlijnen geschreven, omdat we, gezien de grote veranderingen die er zijn, telkens weer in het sociaal domein, steeds weer bij u willen komen met elk volgend plan. Dat kan het scheidingsloket zijn, dat kan, en die komt eraan de evaluatie, laaggeletterdheid zijn, bijvoorbeeld het aanvalsplan. En zo zijn er, nou, als je even doordenkt, kun je misschien wel 20 of 30 dingen noemen waar je mee aan de slag zou moeten en zou willen. En dat betekent ook dat we steeds opnieuw met u moeten kijken, wat vinden we nou op dit moment het belangrijkste? Wat willen we gaan doen? Wat vraagt aanpak? En u kunt ons daarbij ook helpen door aan te geven wat u belangrijk vindt. En niet alleen op de thema's, maar ook op de inhoud en wellicht in de techniek. Ik heb begrepen dat het presidium een besluit genomen heeft over de klankbordgroep en dat daar een model uitgekomen is. Wij zijn graag bereid om u op elk moment te voorzien van informatie. Dat kan door gewoon te mailen of te bellen. Maar dat kan ook als u zegt, we hebben een specifiek onderwerp waar we graag meer en wat meer de diepte in willen. Geef het aan, dan gaan wij zorgen dat het georganiseerd wordt en dat we met u de diepte in kunnen om ook die verdiepingsslag te kunnen maken. Dat is algemeenheid, voorzitter. Er zijn een aantal vragen gesteld en dat is de hoe-vraag. Meneer Alversen die refereerde daar al aan. En dat is nou precies de vraag die ik nu op dit moment niet ga beantwoorden, juist vanwege wat ik hiervoor geschetst heb, hoe we dit met z'n allen willen gaan doen. Want laat één ding duidelijk zijn, dat wat we doen, en dat blijven we doen, zoals ook deze nota tot stand gekomen is, met onze inwoners, met de professionals en met u als raad. En ook bijvoorbeeld de adviesraad Sociaal Domein, die ook hun inspraakreactie gegeven hebben. Dan een aantal andere zaken die genoemd zijn. Hoe vertalen we de info naar de raad? Vroeg mevrouw Braber. Nou, daar heb ik het een en ander over gezegd. Dat blijven we dus steeds opnieuw doen. En dat doen we twee keer per jaar sowieso met de stand van zaken notitie. Waarbij de volgende die zal er nu zo'n beetje aankomen. En degene die daarna komt, dan krijgen we ook zoals toegezegd tijdens de begroting een wat meer financiële doorkijk proberen te geven van wat leveren nou de maatregelen die we met z'n allen uitvoeren en de dingen die we doen, wat levert dat nou op? Want een gevaar wat wel sluimert, zeg maar, en waar we ook met z'n allen scherp op moeten zijn, is dat we proberen heel veel. Omdat we juist van transitie naar transformatie aan het gaan zijn, proberen we heel veel en moeten we werkende weg soms ook uitvinden van dit werkt wel en dit werkt niet. Dat betekent ook dat ik steeds scherp ben op wat niet werkt, daar moeten we mee stoppen. Want dat levert niet op wat we willen. En dat is iets waar we ook u in mee zullen nemen. Ik probeer ook een overzicht te geven van alle pilots en evenementen of experimenten die er zijn. De heer Veldmeijer heeft vragen nu. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik krijg toch het idee dat we straks allerlei experimentjes gaan doen. En uiteindelijk een deel valt weer af. En wellicht dat een deel misschien veranderd weer doorgezet wordt. Dat kostte allemaal geld. En ondertussen gebeurt er heel weinig. Terwijl in het sociaal domein in alle gemeentes ook moeite hebben om het organisatorische op de rit te krijgen. Betekent dit niet dat het straks heel langzaam gaat als je allerlei experimentjes moet doen om te kijken wat wel en niet werkt? Waarom niet gewoon met de mensen die er verstand van hebben, de mensen die zorg verlenen, gewoon echt concretiseren dat beleid en heel snel stappen zetten? Wethouder Paters, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik vind het mooi dat de heer Veldmeijer dat zegt, want het beeld alsof we nu nog allerlei experimentjes en pilotjes en dergelijke moeten gaan doen om uit te vinden wat wel en wat niet werkt, dat bestrijd ik. En we zijn bezig met een aantal concrete dingen. Onze praktijkondersteuner bij de huisartsen bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van, die echt gewoon heel concreet met de verwijzing aan de slag is. Dat werkt en daar gaan we dus mee door en daar zullen we ook op intensiveren. Wat je juist wil,
is eigenlijk twee sporen. Want je ziet dat je met de bulk van de kosten te maken hebt die bij ons in de jeugdzorg zitten, nog wel. Als het abonnementstarief in de WMO onverkort wordt doorgevoerd, dan zou dat wel eens de volgende kunnen zijn waar we met z'n allen tegen te hoop moeten gaan lopen, maar dat terzijde. Juist in Twents verband, en ik heb daar al eerder iets over gezegd, zijn we erin geslaagd om, waar het gaat om de bulk van de kosten, hele concrete afspraken te maken met de grootste aanbieders. En dat betekent dat we 2019 gezamenlijk gemeenten en aanbieders zien als een ontwikkeljaar, waarin we uitvinden hoe gaan we dit doen en hoe gaan we vooral de kosten in de hand houden. Dat betekent ook, en dan maak ik even een klein zijsprongetje, dat waar we in dit huis elke nota die binnenkomt controleren op rechtmatigheid, op doelmatigheid, om fraude te voorkomen. En dat we nu ook in Twents verband zeggen van we moeten veel harder inzetten op het bestrijden van fraude. En dat klinkt heel logisch, maar vergist u niet dat vanaf 2015 elke gemeente heel druk bezig geweest is om het überhaupt in de benen te krijgen. We kregen het over onze schutting en we moesten het maar regelen. Daar zijn we nu in geslaagd. En soms heb je pilots en experimenten, en dat doen wij vooral via ons innovatiefonds, waar geld voor beschikbaar gesteld is. Die heb je ook nodig, omdat je daar, buiten het feit dat er mooie dingen gebeuren, maar dat je daar vooral de winst ziet, is dat partners elkaar makkelijker en beter vinden. En uiteindelijk moeten de partners moeten het voor ons doen. Wij kunnen niet opleggen van u moet en u zult. Dus op het moment dat zij elkaar vinden, dan zie je dat daar ook meteen een kostenbesparend effect uitkomt. En dat is uiteindelijk waar we met z'n allen naartoe willen. Een aanvullende vraag van de heer Veldmeijer aan u het woord. Dank u wel. Ja, waar ik zo bang voor ben, voorzitter, we zijn hier als gemeenteraad bijeen. Er moeten beslissingen worden genomen over het sociaal domein. Ik heb daar heel weinig verstand van. En ik zie liever beleid uitgevoerd worden door de professionals in het veld. Daar zijn de beste ideeën. En nu doet u voorkomen alsof er vanuit de gemeenteraad allerlei ideeën moeten worden aangebracht, waarmee die mensen die er verstand van hebben en wij niet aan het werk moeten. Dus, maar dat klopt niet. Heer wethouder Paters, nu het woord. Ja, ik zou bijna zeggen, ik mag hopen van niet. Want wij hebben vertrouwen in onze professionals. Die moeten het uiteindelijk doen. Maar uiteindelijk heb ik als verantwoordelijk wethouder wel te maken met het hoogste orgaan binnen onze gemeente, en dat is de raad. En als de raad met ideeën komt, en het zou in mijn optiek geen goed idee zijn, dan rust op mij de verantwoordelijkheid om uit te leggen waarom het geen goed idee is. Maar juist een betrokken raad hebben we nodig om dit met z'n allen tot een succes te maken. Dat kan, onze professionals kunnen het niet alleen. Wij kunnen het niet alleen in dit huis en de raad kan het ook niet alleen. Dus als we het met elkaar gaan doen en met elkaar het belang ervan zien, ook helaas het financiële belang, want dat hebben we met z'n allen, dan komen we uiteindelijk tot de beste resultaten. En dan moeten we proberen om ieder vanuit zijn eigen rol te kijken van wat hebben we nodig. En dat betekent dat de raad vooral kaders stelt, maar daarbinnen wel aan kan geven wat u belangrijk vindt en wat u wellicht zegt van nou, dit mag u als college, dan moet u eerder mee aan de slag, want dat vinden wij, nou, laaggeletterdheid is heel vaak genoemd zojuist, dat vinden wij belangrijk. En dat hebben wij ook nodig om vanuit het huis een goede te kunnen doen. Vervolg uw betoog, heer Wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga er een beetje in grote lijnen doorheen. Ja, wat werkt niet en wat moet veranderen? Hè? Dat vroeg mevrouw Bramer nog naar. Wat werkt niet? Ja, dat is een goede vraag. En ik zou willen dat die in twee zinnen te beantwoorden was. Ik heb daar zojuist al het een en ander over gezegd. We proberen juist dat steeds tegen het licht te houden en steeds kritisch te kijken van wat levert het op. En dan moet je zo af en toe ook de afweging maken van moeten we nou puur financieel kijken naar wat het oplevert? Of moeten we kijken naar de maatschappelijke opbrengst? Want als wij schrijven in ons aanvalsplan laaggeletterdheid, dat we 10% minder laaggeletterden willen, en dat zou in Twenterand neerkomen op ongeveer 350 mensen minder. En als we er dan 200 bereikt hebben, is het dan mislukt? Of is de maatschappelijke opbrengst wel degelijk aanwezig en kunnen we op basis daarvan zeggen dat we op de goede weg zijn? Nou, dat zijn afwegingen die wij steeds proberen te maken en waar wij u als raad ook proberen steeds in mee te nemen. De vraag over de FTE's, die heb ik denk ik voldoende beantwoord tijdens de begrotingsbehandeling. Dat gaan we niet opnieuw doen wat mij betreft.
Mevrouw Hilbrink vroeg, zou samenwerking een stap verder kunnen door partijen te verplichten met elkaar samen te werken? Ja, weet je, als je het echt zou willen, dan zou dat wellicht kunnen. Maar je merkt dat niet nodig is. We zien dat partijen elkaar steeds beter vinden. En dat de rol van de gemeente daarin ook is dat we proberen om partijen bij elkaar aan tafel te brengen die elkaar wellicht wat minder van nature vinden. Ik had afgelopen week een gesprek met de GGZ. En als je dan hoort dat daar van alles leeft en broeit, waar men iets mee wil, dan kunnen wij heel makkelijk zeggen, nou, wie heb je nodig? En dan arrangeren wij dat ze met elkaar aan tafel komen. En dan is het soms voldoende dat wij de eerste keer de partijen bij elkaar brengen en daarna regelt het zichzelf. Dat merk je wel en dat is een hele mooie ontwikkeling om te zien dat juist die partijen vanuit hun betrokkenheid elkaar steeds beter weten te vinden. Mevrouw Hilbrink heeft een vraag aan u. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch even mijn opmerking toelichten aan meneer Paters. Ik heb die opmerking gemaakt omdat in de nota door de insprekende partijen die opmerking zelf gemaakt wordt. Dat zij ook zelf aangeven dat die samenwerking nog wel beter kan. En dat hebben we al jaren tegenover aangezegd. Dus vandaar dat ik de opmerking maakte. Wellicht is het dan nu tijd om daarin wat meer druk uit te oefenen. Wethouder, aan u het woord. Dan, die duiding is goed dat u die erbij geeft. Daar waar nodig proberen we wat meer druk uit te oefenen. Maar druk uitoefenen, dat kun je doen, kunnen we ook financieel doen bijvoorbeeld. Als het echt moet, dan zullen we het doen. Maar ik geloof er veel meer in dat je door met partijen, met professionals het gesprek aan te gaan, als je ze dan bij elkaar brengt, dan is de slagingskans veel groter. En ik voel er eigenlijk niet heel veel voor om met een financieel zwaard van Damocles boven het hoofd van welke instelling dan ook te moeten zeggen van als u niet, dan dit. Dat is echt een laatste redmiddel. Maar dan zijn we eigenlijk al, dan hebben we onze kans eigenlijk al verkeken. Een laatste aanvullende vraag, want ik probeer natuurlijk wel een beetje de tijd in de gaten te houden. Dinsdag lukt het een voorzitter wel om heel veel tijd in te lopen. Maar volgens mij lukt me dat niet. Mevrouw Hilbrink, de laatste vraag. Dank u wel, voorzitter, nogmaals. Ik vind dat de wethouder op deze manier de vraag in ieder geval heel erg zwart-wit maakt. Want het is niet de bedoeling om met een zwaard van Damocles boven het hoofd te gaan hangen van instellingen die proberen om mee te denken. Ik gaf ook aan in mijn betoog dat heel veel partijen al de samenwerking zoeken door nu een inspraakreactie te geven, ook constructief mee te denken. Dus een mogelijke vervolgstap zou kunnen zijn dat we het voorbeeld volgen wat de provincie ons heeft aangereikt. Wethouder, vervolgend betoog. Daar waar dat kan zullen we dat zeker doen. Het is niet mijn bedoeling geweest om te zwart-wit te beantwoorden, maar ik wilde maar aangeven hoe ik erin sta en dat ik erin geloof dat als we partijen natuurlijk bij elkaar brengen, en dat je dan wat minder dwang nodig hebt. En dat is wat ik uiteindelijk liever doe dan wat meer dwang opleggen. Goed, wethouder, ga u verder. Declaratie heb ik al het een en ander over gezegd. Meneer Jonker vroeg nog naar de vererving, om welke groep of groepen het gaat. Ik zou willen dat die heel simpel te beantwoorden was. Want als dat heel simpel zou kunnen, dan zouden we ook heel makkelijk weten van daar moeten we naartoe, daar moeten we aan de slag. Die vererving die zit op een aantal verschillende terreinen. Dat zou, als je kijkt naar laaggeletterdheid, dan is dat een hele duidelijke. Als ouders laaggeletterd zijn, dan zie je dat het voorlezen bijvoorbeeld aan de kinderen, dat een stuk minder is en dat daar dan die vererving ontstaat. Maar die vererving kan ook zijn als je kijkt naar het gebruik van verdovende middelen, om maar eens te noemen. Ook daar zie je dat heel vaak, alcoholgebruik. Dus die groep is heel divers en is eigenlijk per beleidsterrein proberen we te kijken van wat hebben we nodig. Dus hij is niet heel makkelijk te beantwoorden. Dat is niet leuk, maar dat is wel het antwoord wat ik u moet geven. VVE aan scholen aanbieden, en dat is ook door meerdere partijen is er wat over gezegd. Ja, dat proberen we ook, want we hebben nu de VVE-gelden veranderen. Hè. We krijgen meer geld. Dat is op zich mooi. Maar als je kijkt waarom we meer geld krijgen, geeft het aan dat hier nog heel veel te doen is. We hebben die week daarvoor was er een startbijeenkomst om naar het nieuwe VVE-beleid te kijken. Dat was een hele mooie bijeenkomst. Dat was met professionals, en dus kinderopvang, maar ook scholen.
En daar kwam ook de suggestie van, moet je VVE-gelden niet ook inzetten om de doorgaande lijn richting groep 1 en 2 met name, om die te borgen. Nou, dat is een ontzettend goede suggestie en we gaan kijken en we willen dat zeker proberen te laten landen in de nieuwe nota die daarover gaat verschijnen. En ook de overdracht, zeg maar. Je ziet nu, en dat is dan nog één zijsprongetje daar, dat de overdracht heel vaak gaat tweedimensionaal. Dus van ouders naar school. En de driehoek kinderopvang, school, ouders, dat die eigenlijk te weinig gemaakt wordt. Nou, die gaan we ook implementeren, omdat je daarmee ook die overdracht juist beter en warmer maakt, waardoor kinderen ook een grotere kans van slagen hebben. Dus dat over VVE. En dan gezinshuizen, daar is door een paar leden van uw raad een opmerking over gemaakt. Ja, weet je, er staat inderdaad geen hek om Twente rand. En we kunnen nou eenmaal niet zeggen van, u mag hier niet naartoe komen. Als er plek is in een gezinshuis, ja, en dan is een van de meest vervelende dingen waar je mee te maken krijgt in het sociaal domein, is het woonplaatsbeginsel. Iemand woont hier en dan ploft de rekening bij ons op de mat. Dat is hartstikke vervelend, maar daar heb je wel mee te maken. En dat zorgt voor een deel ook voor toenemende kosten, maar dat is echt niet het grootste deel. Dus de bulk van onze kosten zit nu nog in de jeugdhulp en daar proberen we echt stappen te maken. En dat lukt ook, onder andere door de kernteams. Ik heb daar al vaker iets over gezegd. De heer Albersen heeft een vraag nu aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wethouder Paters, aan u dan in dit geval de vraag, als je het hebt over de gezinshuizen. Zijn de cijfers bekend hoeveel kinderen van ouders dus uit Twenterand, uit de gemeente Twenterand, dan elders gesitueerd zijn? Wethouder, aan u het woord. Als er zijn, heb ik ze in elk geval niet paraat, dus ik ga zorgen dat u die cijfers krijgt voor zover wij die hebben. Ja. Nog een opmerking over Veldmeijer, die zei, waarom per se een hbo-opleiding nodig? Ja, dat weet ik niet. Ik ga niet over de eisen die een zorginstelling of die een zorgaanbieder stelt aan hun personeel. Dus daar kan ik niks over zeggen. Als hbo werk- en denkniveau is, dan heb je het al over een heel andere discussie dan per se een hbo-opleiding. Maar welke eisen daaraan gesteld worden, daar kan ik niet iets over zeggen. De kosten verlagen en concrete doelstellingen. Nou, ik heb uitgelegd waarom de doelstellingen opgeschreven en geformuleerd zijn zoals dat nu het geval is. En minder gebruik maken van MDO's. Ik kan u verzekeren dat als er een MDO nodig is, dat er een heel traject aan vooraf gegaan is. En anders doe je dat echt niet. Dat is echt het laatste wat je wil. En we zien wel dat MDO's steeds vaker ook met de cliënt gebeuren. En dat je daar dus ook echt goede resultaten haalt, omdat je in dat MDO met de cliënt probeert hele concrete afspraken te maken. En ook het commitment van die cliënt probeert te krijgen. En dat lukt gelukkig ook. Ik ben er bijna, voorzitter. Verbinden en meedoen, ik vind een leuke suggestie voor een titel. Dus wat mij betreft nemen we die mee. Transformatiefonds, daar heeft u... De heer Veldmeijer heeft de vraag nu, dus het lijkt me handig om even, voordat u verder gaat, de heer Veldmeijer aan u het woord. Ik kreeg de indruk dat de wethouder bijna klaar was. En wij hadden ook nog gevraagd wat hij vond van de inbreng van sommige partijen. Die kwam op ons heel erg slordig over, heel sumier. Met enorme spaties tussen, geen hoofdletters. En ja, dat vinden we toch slordig op zo'n belangrijk onderwerp. Deelt u die mening? Wethouder, nu het woord. Kijk, ik denk dat iedereen probeert zo zorgvuldig mogelijk zijn of haar reactie te geven. Dat reacties heel sumier zijn, dat zegt denk ik heel veel over hoe de nota tot stand gekomen is. En dat we juist de belanghebbenden in het voorveld, in het voortraject, heel goed betrokken hebben. Dus dat is ook een compliment denk ik aan hoe er ambtelijk en met organisaties is samengewerkt. Schrijffout kan altijd ontstaan. Soms print ik ook dingen en dan ziet het er heel anders uit, dus ik weet niet waar dat aan ligt. Ik denk dat de inhoud belangrijker is dan of er een schrijffout in zit. De een slaat er wat meer op aan dan de ander. Ik ben zelf ook van hoofdletters, interpunctie en dat soort dingen. Ik vind dat persoonlijk minder spannend dan de inhoudelijke reactie. Meneer Veldman heeft een aanvullende vraag, nu het woord. Ja,
Dat deel ik ook, voorzitter. Ik vond de inbreng van sommige partijen wel heel erg sumier. Net alsof ze er geen tijd voor hebben gehad. Of een dag van tevoren aan dachten, oh jee, we moeten nog even een reactie geven. Wethouder, aan u het woord. Nee, dat is geen zin het geval. We hebben bijvoorbeeld ook met het onderwijsveld hebben we 2 of 3 afspraken gehad met verschillende partners om integraal de nota door te lopen en hebben we heel veel vragen al beantwoord. En dan krijg je inderdaad een sumiere reactie van, nou, bedankt voor de toevoeging, het is goed en we zijn er zo tevreden mee. Dus daar is voorafgaand aan de zienswijze, zijn er gesprekken gevoerd met verschillende partners waar ze juist heel veel dingen al kwijt konden. En dan hebben we gevraagd van, nou, wilt u nog een officiële zienswijze of is een verslag voldoende? En dat was heel vaak het geval, gelukkig. Wethouder, vervolg ik het ook. De suggestie voor integrale vroeghulp van de heer Reusken, die neem ik graag mee. Ik moet even kijken wat daar op dit moment gebeurt en of wij daar winst zouden kunnen behalen. Het scheidingsloket, daar zijn we volop mee bezig, zoals u weet, dus dat komt echt. En een uitvoeringsprogramma, ik heb zojuist gezegd waarom we dat hier juist niet gedaan hebben. En een laatste opmerking van u ging over de data. En ik denk dat dat een hele mooie is, want daar zijn we ook al intern mee aan de slag. Want we hebben heel veel data, maar als je heel veel data hebt, dan moet je wel weten wat je ermee moet. Dus de data-analyse en het eerder ontdekken van trends, juist door gebruik te maken van die data, dat gaat in de toekomst een hele belangrijke zijn om ook de kostenkant van wat we aan het doen zijn te beheersen. En om ook eerder te weten van waar moeten we op sturen en wat moeten we juist laten omdat het niet oplevert. Dus dat de data gebruikt worden daarvan mag u overtuigd zijn. Dat was het voor mij, voorzitter. Er zijn een aantal vragen gesteld die collega Van Appelmaar zal beantwoorden. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Van Appelmaar. Aan u het woord. Ja, voorzitter. Dank u wel. Er zijn inderdaad, we hebben het eerlijk verdeeld, maar ik had wel verwacht dat ik een stuk minder vragen zou krijgen dan mijn collega Paters. En dat klopt ook wel. Mijn portefeuille is het onderdeel participatie en minimabeleid. Dus er zijn een paar vragen over gesteld. En platteland, laat ik die niet vergeten. Want ook dat maakt onderdeel uit van deze integrale beleidsnota. De CU heeft daar een vraag over gesteld, mevrouw Hilberink. En u geeft ook aan van, nou, dat u blij bent dat wij als gemeente gaan werken met de erfencoach. Dat zijn we zelf ook. We zijn ook wel heel content dat wij een forse subsidie van de provincie Overijssel hebben mogen binnenhalen. Die ons in staat stelt om 100 erfbezoeken te gaan doen. Dus dat geeft ons inderdaad een hele goede gelegenheid om te kijken wat er allemaal speelt op het platteland. En onze verwachting is dat daar best wel het een en het ander aan de hand is. Het is ook niet voor niks dat wij gaan starten met het ontwikkelprogramma Platteland. En uw suggestie om te kijken of er juist ook op die erven ook mogelijkheden zijn om op het gebied van zorg het een en het ander te doen, die zullen wij zeker ook mee willen nemen in het ontwikkelprogramma Platteland. De heer Jonker heeft ook een paar vragen gesteld over het platteland. U geeft ook aan, hoe krijg je de boeren in beeld? Nou, een van de manieren om dat te doen is juist ook het gebruik maken van allerlei data. Wij hebben ook de beschikking als gemeente over big data. Dus wij kunnen daarin ook een aantal dingen ook op een goede manier in beeld brengen. En dat gaat ons ook helpen om juist ook met die erfencoach aan het werk te gaan. Dus ja, wij gaan zeker die data gebruiken om dat ook op een goede manier ons werk zo efficiënt mogelijk te doen daarin. En als u aangeeft van hoe kunnen bedrijven levensvatbaar blijven, ja, dat is best een groot punt op het platteland. Voor zover wij als gemeente daar invloed op hebben, en dat is misschien meer dan wij op dit moment weten, zullen we ook alles in het werk stellen om daar ook ons beleid op af te stemmen. Maar u bent zich er waarschijnlijk ook wel heel erg van bewust dat ook een heleboel zaken landelijk en zelfs Europees ook ingekaderd zijn. De BVV die maakt een punt inderdaad, en mijn collega Paters is daar ook al goed op ingegaan, dat u graag een aantal doelstellingen heel concreet en toetsbaar ziet.
En u geeft daarbij ook aan dat u graag ook zou zien dat er gekort zou worden op de bijstandsuitkering. Nou lijkt mij dat persoonlijk niet echt een concrete doelstelling die je als gemeente zou moeten nastreven. Ik denk dat je moet nastreven om je inwoners zo goed mogelijk te laten participeren. En dat je daar ook zeker een bepaalde drang op kunt toepassen. En ik wil u vanaf deze plek dan ook... De griffier heeft dat ook al gedaan via de mail, maar wil ik u ook vragen om ook kennis te nemen van het werkbezoek volgende week bij Soweco, waarin u ook uitgelegd gaat worden hoe wij samen met Soweco juist ook nog meer werk gaan maken om mensen op een goede manier te laten participeren. Meneer Veldmeijer heeft de vraag, meneer Veldmeijer, van u het woord. Ja, voorzitter, ik noemde dat omdat vorige week in Tubantia ook, maar het is ook algemeen bekend van Business Park XL, dat moet een soort logistieke hotspot worden. Maar Vitech, een bedrijf wat er net zit van Blackman, via Blackman, die kan niet aan personeel komen. Er zijn heel veel mensen die in de bijstand zitten, daar gaan werken, maar zo ongemotiveerd zijn dat zo'n werkgever zegt, ja die hoef ik niet, dan laat ik maar Polen en Roemenen en Bulgaren invliegen. En ik weet nog dat de wethouder in Borne tegen mij zei van XL... Dat is logistiek, MBO 1, MBO 2 niveau. Dat is een heel mooi, mooie manier om mensen uit de bijstand te krijgen. En als ik dit dan zo'n artikel lees, denk ik van ja, wordt er dan wel voldoende gekeken naar mensen die wel kunnen werken, maar niet willen werken. Dat daar een goede controle op is. Ik snap heel goed mensen die niet kunnen werken, dat daar bijstand voor is of een andere ondersteuning. Maar we hebben toch het gevoel dat er veel mensen in de bijstand zitten die wel willen, maar... Of niet willen, maar wel kunnen. Is daar voldoende zicht op? Wordt daar voldoende aan gedaan? Wethouder, nu het woord. Voorzitter, het is goed dat de heer Veldmeijer daar ook de vinger bij legt. Ik denk zelf dat je daar nooit voldoende aan kunt doen. Dus dat ook een voortdurend punt van aandacht zal blijven, ook van de gemeente. En dat je ook nooit kunt zeggen van we zijn daar klaar mee. Ik wil wel even nuanceren dat waar gezegd wordt dat mensen niet willen werken, dat soms ook te maken heeft met... het leven wat mensen geleid hebben. Iemand die in zijn leven nooit de goede voorbeelden heeft gehad. Ik denk dat u daar misschien ook wel beeld en geluid bij heeft. Die zal een ander traject nodig hebben om uiteindelijk naar die baan te komen. En wij zien juist in de samenwerking met ons sociaal werkvoorzieningschap een hele goede manier om dat op een goede wijze ook mensen daadwerkelijk aan het werk te krijgen. En daar is soms meer tijd voor nodig dan wij soms wel zouden willen, maar ik denk dat je daar wel reëel in moet zijn. Dus dat is wat ik daarover wilde zeggen. De PvdA die heeft aan twee punten aangegeven waar ik nog even op in wil gaan. Het punt armoede, terecht dat u ook zei dat er vandaag ook via de NOS nog een paar berichten naar buiten kwamen. Het is voor gemeentes ook eigenlijk een voortdurend punt van aandacht. Hoe bereik ik de mensen die in armoede leven, die onder een bestaansminimum leven? En wij weten ook als gemeentes dat wij dat nog niet goed genoeg beheersen. Dus dat blijft ook een voortdurend punt van aandacht. U hebt in de nota ook gelezen dat wij deze periode ook ons meldpunt schulden, wat wij al een aantal jaren best wel heel succesvol doen, dat we dat ook gaan evalueren. En ik wil ook zeker dat moment ook gebruiken om juist ook het armoedebeleid wat wij hebben, om dat ook weer eens even goed tegen het licht te houden. En ook gebruik te maken van alle inzichten die er inmiddels ook op dat gebied zijn. Dus dit zal zeker in deze periode nog in de Raad ook aan de orde komen. En het laatste punt waar ik even de aandacht bij wil zetten. U gaf aan, meneer Reusken, dat onze website is afgekeurd. Nou, dat is niet het geval. Hè, het gaat in dit geval om... ik heb hem er eventjes bij gepakt. Om een... Burgerkracht Centraal. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik kwam het zelf tegen op Twitter. Het is in ieder geval een organisatie die zich heel erg bezighoudt met
goede berichtgeving van gemeentes, zodat burgers ook daadwerkelijk de informatie goed kunnen vinden op de websites van de gemeente. En op een aantal punten hebben zij in hun rapport van ons gezegd dat onze informatie niet oké was. Je kon dus oké, groen of niet oké, rood. En wij hebben inmiddels al een paar punten aangepast, maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik het nog niet in het portefeuillehoudersoverleg met onze ambtenaren verder besproken heb. Maar ze zijn er al mee bezig geweest en we gaan nog kijken of het nog verder aangepast moet worden. Want als er zo'n signaal komt van een burgerkrachtcentraal, dan zijn wij natuurlijk wel zo dat wij daar ook zo goed mogelijk aan proberen te voldoen. De heer Reusken heeft een vraag, meneer de heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik las het vanavond ook op Twitter en dat begon met rode letters afgekeurd. En vervolgens heb ik ook doorgescrolld en zag ik ook dat er een aantal punten goed voor elkaar waren en een aantal punten gewoon voor verbetering vatbaar waren. Ik heb ook gezegd in mijn inbreng dat een half uur later er al dingen waren aangepast. Dus daarvoor complimenten. Maar waar het mij meer om gaat, is het gaat om de toegankelijkheid, niet alleen maar van de website, maar ook op het moment dat je hier te woord wordt gestaan of wordt geholpen door de mensen van de kernteams of hier aan de loketten wordt geholpen. Dus die brede toegankelijkheid, u weet dat ik daar al vaker over gesproken heb en ook al bij de algemene beschouwingen aandacht voor heb gevraagd, daar gaat het mij veel meer om. En ik zou willen pleiten om daar ook ervaringsdeskundigen bij in te schakelen. Dus als u met die website aan de slag gaat, zou ik willen vragen, gebruik daarvoor ervaringsdeskundigen. Want zij kunnen vertellen wat wel werkt en wat niet werkt. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, ik moet het een klein beetje nuanceren. Ik ben even ingegaan op datgene wat Burgerkracht Centraal naar ons toe had aangegeven. Dat is ook heel specifiek ook op onze verordeningen bijvoorbeeld. Wat u zegt is een veel groter thema. En ik neem op dit moment niet de vrijheid om te zeggen van dat we dat allemaal nu mee aan de gang gaan. Dan zou ik ook naar mijn collega moeten kijken, want dat is wel een heel groot thema. Dus ik hou hem even bij Burgerkracht Centraal. Dank u wel. U was klaar met uw betoog. Dan rond ik de eerste ronde van zowel de raadsleden als het college af. En ik ga kijken of er behoefte is aan een tweede ronde. De heer Albersen. Mevrouw Bramer, u wilt een tweede ronde. En mevrouw Hilbrink, niet de heer SGP, de heer Jonker, ook de heer SGP de Jonker. Ook de heer Wilveld, nou niet. De heer Reus, ook een tweede ronde, niet. Dan geef ik het woord aan mevrouw Bramer. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag de wethouder bedanken voor de antwoorden. Volgens mij miste ik nog één antwoord op wellicht een wat te technische vraag, maar dat zou ik dan graag schriftelijk beantwoord willen zien. En dat betreft de vraag of de wethouder kan uitleggen wat bedoeld wordt op bladzijde 6 met specialistische uitvoering bij professionals van aanbieders. Dat is een mooie volzin, maar ik zou daar graag wat uitleg over hebben. Het is fijn om te kunnen constateren dat het CDA de voorliggende beleidsnota heeft gelezen, ook zoals de wethouder dit heeft bedoeld, namelijk als een integrale beleidsnota voor meerdere jaren en op hoofdlijnen. Ik heb nog één andere vraag aan de wethouder, dat heb ik wel genoemd net in mijn eerste termijn. Ik zou graag willen weten hoe de wethouder aankijkt tegen het inzetten van laagdrempelige voorzieningen, om wellicht op deze manier wat kostenbesparend te kunnen werken, namelijk om dan minder specialistische zorg te hoeven inzetten of wellicht soms niet. Dat was het. Dank u wel. Dan de heer Jonker. Als laatste in tweede termijn, dan krijgt de wethouder nog kort en dan rond ik dit af. De heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de heldere beantwoording vanuit het college. Ik had het net ook bij interruptie kunnen doen, maar ik wil nog een nadere aanpunting op het gebied van de landbouw, de agrarische sector. Er wordt gevraagd of gesteld van dat de regels verminderd kunnen worden en natuurlijk. Waar wij bevoegd gezag zijn, daar gaat het uiteindelijk om. Maar waar denkt u dan concreet aan? En er zijn heel veel zorgen in de sector, maar de sector wil ook graag duidelijkheid. En kunt u die duidelijkheid ook bieden in de zin van wij willen die sector niet beperken. En als dat dan moet, dat die dan ook gecompenseerd wordt. En dat was op dat punt. En op het gebied van gezinshuizen, daar komt nog een beantwoording richting de raad, wat ook de heer Albertsen naar vroeg over wie er allemaal woont buiten de gemeente vanuit Twente-Rand, geloof ik.
Volgens mij was dat zijn vraag. Ik weet niet helemaal precies. Maar mijn vraag daarbij is, kunt u dan ook in kaart brengen hoeveel gezinshuizen wij hier in Twenterand hebben en waar die mensen dan vandaan komen? Dank u wel. Goed, dan kijk ik naar de wethouder. Eerst over het platteland, mevrouw van Abbema, wethouder van Abbema, aan u het woord en dan wethouder Paters voor de anderen. Voorzitter, dank. Even kort. Ik heb net ook al richting de heer Jonker gezegd van u stelt uw vraag ook heel ruim. Voor zover wij als gemeente daar invloed op hebben, zullen wij ons inderdaad daar ook maximaal op inspannen. Zoals u weet ligt het nieuwe beleid erventransitie, wat ook meer ruimte geeft in de ruimtelijke ordening, ligt ter inzage. Dus die zal zeker ook richting de raad komen. En ik ga er ook van uit dat u hem ook heel goed zult lezen en het uwe daarvan zult zeggen. Want daarin ligt de specifieke bevoegdheid van de gemeente om op gebied van bestemmingsplan en ruimtelijke ordening juist die ruimte ook te creëren. Dank u wel. Dan wethouder Paters als laatste namens het college. Dank voorzitter. Kort, de vraag over de gezinshuizen welke er zijn in Twenterand, dat kunnen we uiteraard in beeld brengen. We kunnen ook in beeld brengen hoeveel cliënten daar aanwezig zijn. De vraag van de heer Albersen of we dan ook in beeld hebben welke cliënten uit Twenterand in andere gezinshuizen buiten de gemeente zijn, die zou wat lastiger kunnen zijn, maar als we dat kunnen produceren, dan krijgt u dat uiteraard ook van ons. Daar mag u op rekenen. Dan de inzet van laagdrempelige voorzieningen. Ja, daar waar het kan, zullen we dat zeker doen. Je ziet dat we daar ook steeds meer gebruik van proberen te maken. Wel heel vaak projectmatig, omdat je juist die laagdrempelige voorzieningen heel mooi projectmatig in kan zetten. Om daar vervolgens weer wat breder mee aan de slag te kunnen. En dan de vraag over pagina 6. Specialistisch uitvoeren ligt bij professionals van aanbieders. Daarmee bedoelen we eigenlijk dat als je kijkt naar wat er staat, inwoners, organisaties en bedrijven. Als je me even heel plat laat zeggen van dat is met name voorliggend veld. Specialistische uitvoering is tweede lijn zorg. Dank u wel. Dank u wel voor ieders inbreng. En ik kijk rond, want het is een raadstuk. Heeft u behoefte om hier in de raad nogmaals over te spreken of kan het op de akkoordagenda? Akkoordagenda, ik kijk even iedereen rond. Ja, ik kijk iedereen rond. Akkoordagenda, akkoordagenda, ja. Dan gaat dit stuk naar de akkoordagenda en ga ik verder met het volgende agendapunt. Verordening jeugdhulp en verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Twenterand 2019. En ik geef als eerste, nou meneer Albersen, bent u... specialist sociaal domein in de fractie. Misschien. Weet ik niet. Schat ik in. En dan mag je op zo'n avond twee keer. Meneer Albersen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik heb u vaak horen zeggen, u gaat over uw eigen bewoners. Dat zou ik in dit geval ook tegen u als voorzitter willen zeggen. Maar dat geheel terzijde. In de verordening staat zeer veel informatie en ik snap dat het niet anders kan, maar voor mijn gevoel is het een soort notariële akte die je bij de aanschaf van je huis bijvoorbeeld met je hypotheek ondertekent. Meerdere juridische termen neem je een en ander al snel voor waarheid aan. En we zijn er een paar keer doorheen geploeterd heb ik hier staan, maar doorheen gespit kan ik beter zeggen om het netjes te houden. En ik kan niet anders concluderen dat onze fractie het ook daadwerkelijk voor waarheid aan wil nemen. En dat bedoel ik in het geval in een positieve zin. Toch heb ik wat algemene vragen in eerste instantie. Hoe serieus wordt adviesraad genomen met het oog op deze verordening? Ik hoorde net bij de nota heel veel positieve verhalen over adviesraad. Ik ken de mensen niet persoonlijk, maar ik heb ook van meerdere personen gehoord dat deze adviesraad qua kennis natuurlijk bijzonder goed in elkaar zit. Maar ik heb nou het idee, als ik deze verordeningen lees, dat de input van het inspraakverslag, dat er relatief makkelijk gepareerd wordt. Het advies wat daarin van de adviesraad doorkomt. En de adviesraad staat immers dicht bij de mensen, dus als iemand weet hoe het in de praktijk in elkaar zit, dan zullen zij het ongetwijfeld zijn. Nogmaals, zoals ik net al zei, het is een juridisch stuk, waarin men niet daar ontkomt om juridische taal te bezigen.
Zijn de mogelijkheden ook onderzocht? Is eigenlijk mijn vraag. Of dit op een andere, duidelijke manier of wijze kenbaar gemaakt wordt aan in eerste instantie de inwoner, maar zeker ook aan de raad. Want het is natuurlijk bijzonder taaie kost. Dan over de verordeningen specifiek. Daar heeft onze fractie ook enkele vragen over. En die wil ik graag kort even per artikel doornemen. Er zijn maar een paar vragen, dus ik zal zeker binnen 5 minuten blijven, voorzitter. Te beginnen met artikel 3, lid 2. Het college legt het verlenen dan wel afwijzen van een individuele voorziening, in ieder geval vast in een beschikking als bedoeld in artikel 11, als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoeken. De vraag aan deze is dan, gebeurt dat enkel en alleen als daarom verzocht wordt? En waarom is dat zo? Vervolgens artikel 4, jeugd heb ik het uiteraard over nou, punt 3. Jeugdige en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige voorziening. Maar wat zijn dan overige voorzieningen? En zijn deze bij de inwoners wel bekend? Artikel 5 vervolgens, lid 1. Een melding van een hulpvraag kan schriftelijk, digitaal of mondeling worden gedaan. De vraag bij dit artikel is, het lijkt me toch dat een hulpvraag altijd vastgelegd moet worden. En hoe wordt daarop toegezien bij een mondelinge melding? Artikel 7 vervolgens, 1h. Hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders? De vraag bij dit artikel is, in hoeverre zijn er verschillende smaken als het over godsdienst gaat? Moet ik dan denken aan hulpverleners met dezelfde religieuze achtergrond op dat gebied? Ik vond het een wat vreemd artikel. Artikel 12, de hoogte voor een PGB, 3a in dit geval, is gebaseerd op het door het cliënt opgestelde budgetplan over hoe hij het PGB gaat besteden. De cliënt stelt dus zijn eigen budgetplan op. Ik snap dat het PGB, ik snap het PGB-principe, maar hoe wordt er dan de kader gesteld voor een PGB, voor het budgetplan binnen het PGB als die zelf opgesteld kan worden? Dat vraag ik me af. Ik vraag daar niet een heel concreet antwoord op, maar ik vond het bijzonder om te lezen. En vervolgens de maatschappelijke ondersteuning. Artikel 9. Daar wordt gesproken over redelijke wijze. Ik zal het hele artikel niet oplezen, dan kom ik wel over mijn 5 minuten tijd. En mijn vraag is in dit geval bij punt 3. Hoe wordt er omgegaan met personen die zelf niet kunnen inschatten wat redelijke wijze is? En hebben we enig idee hoe groot deze groep is? Nou, die laatste snap ik dat daar geen antwoord op mogelijk is. Maar ik vind de term redelijke wijze vind ik heel vreemd. En zeker als het gaat over een kwetsbare doelgroep. Het volgende artikel, die wil ik wel eenmaal voorlezen. Artikel 17, tegemoetkoming meer kosten personen met een beperking of chronische problemen. Voorzitter, collega's, collega raadsleden. Ik zou zeggen, ga er even goed voor zitten, want het hele artikel is pittig. Het college kan op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houden en aannemelijke meerkosten hebben, en die een inkomen hebben lager dan een door het college na te bepalen percentage van toepassing zijnde bestandsnorm, een tegemoetkoming ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie verstrekken. Nou, als u er al bij bent, dan zou ik het heel knap vinden, want ik heb mezelf 6 keer moeten lezen voordat ik überhaupt begreep wat er stond. Behoorlijk mondvol is het dan ook. Samengevat is volgens mij dit artikel, het college kan op aanvraag een tegemoetkoming verstrekken. Weet een inwoner dat? En in de verlengde daarvan hebben diegenen die de wegen wel uitstekend weten te bewandelen, dan geen heel erg groot voordeel ten opzichte van degenen die daar meer moeite bij hebben. En nogmaals, ik denk dat in dit vraagstuk veelal mensen zijn die daar wat meer moeite mee hebben. En als laatste, serieus waar voorzitter. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening, verstrekt op grond van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2018, totdat het college een nieuw besluit genomen heeft. Is bekend of, in het verleden, of dit in het verleden was voorgevallen op andere dan financiële gronden? En ik kan me namelijk zo voorstellen dat na een nieuw besluit minder aandacht voor faciliteiten op bepaalde vlakken niet meer dezelfde ondersteuning gegeven kan worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, u was ook over uw tijd, dus het voelde u al zelf al aan. Ik ga naar het CDA. Ja, mevrouw Jansen, aan u het woord. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. De contractering, processen binnen de jeugdwet en de WMO liggen onder een vergrootglas. De aanpak resultaatgericht indiceren werkt zonder tijdseenheden, is onrechtmatig verklaard door de Centrale Raad in oktober 2018. In de gemeente Twenterand wordt per 1 januari 2019 het Twentse model voor de inkoop van ondersteuning op basis van de WMO 2015 en de jeugdwet gehanteerd. Daarmee staat niet meer het product, maar juist de inwoner centraal. Er wordt aangegeven dat de gemeente onderzoeken hoe de jeugdhulp beter kan worden verbonden met het onderwijs.
Wat is momenteel de stand van zaken van het onderzoek vanuit de gemeente Twenterand? En welke stappen is de wethouder voornemens te nemen om de jeugdhulp te verbinden met het onderwijs in 2019? In het raadsvoorstel wordt gesproken over het abonnementstarief, WMO. Een invoering hiervan zal gevolgen hebben voor de eigen bijdrage die mensen betalen voor de maatwerkvoorzieningen in het kader van de WMO. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het abonnementstarief? Wordt het abonnementstarief WMO toegepast in de gemeente Twenterand of staat de gemeente vrij om het abonnementstarief niet of slechts gedeeltelijk in te voeren? Wat graag een reactie van de wethouder. In de beide verordeningen staat dat een gespreksverslag of ondersteuningsplan vormvrij is. Hoe worden de verslagen, in welke vorm dan ook, gedocumenteerd? Wordt ieder verslag vastgelegd en krijgt de inwoner hiervan een bevestiging dan wel een kopie? Dank u wel. Dank u wel. Ik zag dat uw kaartje moest worden aangepast, maar dat wordt geregeld. Dan kijk ik naar mevrouw Heelbrink, aan u het woord als laatste in eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. In het verslag inspraakoverleg conceptverordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wordt bij punt 8 genoemd dat de adviesraad verbindingen mogelijkheden ziet tussen jeugd, WMO en sport en dan met name voor de LVB-jeugd. En ook BSO voor beperkten benoemen zij omdat er geen aanbod voor is. Met name qua toegankelijkheid zou onze gemeente hierin nog een slag kunnen maken, denken wij. Het is nu lezende de antwoorden op de inspraakreacties wel. Er is wel een regionaal aanbod voor mensen met een beperking, aangeboden door de club, etc. Maar wij denken dat dit een goed punt van de adviesraad is om mee te nemen bij de uitwerking en plannen. Ook deze groep hoort erbij en het zou mooi zijn dat hiervoor ook in onze eigen gemeente een passend aanbod kan worden gedaan. Zeker nu er op scholen, in het kader van passend onderwijs en in de arbeidsomgeving, steeds meer wordt samengewerkt tussen verschillende doelgroepen. Waarom zou dat dan in de vrije tijd anders moeten zijn? Wij lazen dat het college het signaal intern doorgeeft, maar we zouden hier nog iets meer aandacht voor willen vragen. Kan bij een volgende evaluatie van ontwikkelingen in het sociaal domein expliciet ook aan dit punt aandacht besteed worden? Wij zouden dan graag een verslag ontvangen van de mogelijkheden die hiertoe dan al zijn geïnventariseerd met sportclubs, jeugdhulpaanbieders, BSO en welzijn en wellicht ook ideeën over hoe het dan mogelijk wat dichterbij kan komen in onze gemeente. Als tweede punt noemen wij de verordening zelf en die is ook door de anderen al aangehaald. Hij is taai en moeilijk leesbaar, maar kan juridisch niet anders verwoord worden, begrepen wij de beantwoording. We begrijpen het, maar we zien de integrale beleidsnota dan ook meer als een uitwerking van deze verordeningen. Die is wel heel goed leesbaar en toegankelijk en hiervoor nogmaals onze complimenten. Maar toch willen we het benoemen, opdat waar het kan aandacht nodig blijft op dit punt. Hierbij in het oog houden dat het voor de meeste van onze inwoners de leesbaarheid van juridische en ambtelijke stukken taai is. Terwijl het wel al onze inwoners aangaat. Tot zover. Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder Paters die namens het college zal reageren. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Er zijn een fors aantal technische vragen gesteld. Vragen over artikel 2, artikel 3, lid 2, artikel 4 enzovoort enzovoort. Die ga ik niet beantwoorden. Want dat zijn technische vragen en uw raad weet wat de route is. Als u die gesteld wil hebben, dan had u dat voorafgaand via de griffie moeten doen. We zullen ze nu uiteraard beantwoorden en dat is geen enkel probleem. Maar u kent de route en ik zou u vooral aan willen moedigen om daar gebruik van te maken. Een notariële akte en juridisch taalgebruik, ja, dat is nou een keer zo. En dat vinden wij ook niet grappig. Niemand wordt daar vrolijk van als je dat leest. Je zou bijna zeggen van doe vooral als je in plaats van schaapjes te tillen, als je niet kan slapen, want dan lukt het wel. En dat is nou een keer heel vervelend, maar het moet. Je moet het juridisch borgen en dan kun je soms niet anders. We proberen, ook even teruggrijpend op het debat zojuist over de integrale beleidsnota, om bijvoorbeeld beschikkingen richting huishoudelijke ondersteuning, om maar eens wat te noemen, die zijn we nu echt aan het simplificeren, waarbij we heel goed moeten kijken van wat moet juridisch er absoluut in staan en hoe kunnen we hem dan zo simpel mogelijk maken. Dat proberen we wel. Dat proberen we hier ook, maar dat is zo af en toe een forse uitdaging en dan kunnen we ook niet alles tegelijk. Daar waar we ander taalgebruik
kunnen bezigen, proberen we dat. Maar neemt u ons niet kwalijk dat we dat niet allemaal in één keer kunnen. De heer Reusken heeft een vraag. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wat de wethouder zegt en ik snap ook dat het zo werkt. Tegelijkertijd, mevrouw Hilbrink zei het ook al, daar waar het kan, en gelukkig zei de wethouder dat net ook al, ik zou de wethouder een suggestie meer willen geven of misschien een vraag. Ik zit even te kijken van hoe ik dat het beste kan formuleren. Daar waar inwoners komen voor informatie, dan wel vragen om informatie die met deze verordening te maken hebben, is het dan mogelijk om informatiemateriaal voorhanden te hebben, dan wel op de website, dan wel in folderformaat, dan wel door de medewerkers zelf, dat het wel in heldere taal uitgelegd kan worden. Wethouder, nu het woord. Ik zit even na te denken over wat u vraagt. Want het zou betekenen, en hij is wel slim geformuleerd, want met een omweg komt u terug op de motie die u ingediend hebt tijdens de begrotingsbehandeling. En toen was het antwoord nee, dat kunnen we niet in één keer garanderen. En dat ga ik dus nu ook niet doen. U mag ervan overtuigd zijn dat onze medewerkers hier intern het zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Laten we daarmee beginnen. En daar waar we simpel iets kunnen aanpassen, zoals bijvoorbeeld de beschikking, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Maar u duidt het mij vast niet euvel dat ik niet nu zeg van dat we dat allemaal gaan doen. Oké, voldoende voor dit moment. Ja, ik probeer natuurlijk ook wel een tweede termijn te voorkomen en vervolgens ook in de raad, want het blijft technisch, het blijft juridisch. Maar het geeft ook zekerheid voor mensen. Wethouder, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Een aantal zaken wil ik nog kort op ingaan. Hoe serieus wordt de adviesraad genomen? Die nemen we uit de serieus. Dat spreekt voor zich. En je ziet dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de inspraakreactie bij de integrale beleidsnota, dat een ander verhaal is dan dit. En dan loop je ook soms aan tegen het juist het juridisch taalgebruik. Dan merk je ook dat op het moment dat je dingen uitlegt, dat er heel veel onrust weggenomen kan worden en vragen weggenomen kunnen worden. Maar we zullen ook, en dat heb ik zojuist ook gezegd, bij elke vervolgstap, ook in de uitwerking van de integrale beleidsnota, met de adviesraad zeker consulteren. En zij dienen ons gevraagd en gelukkig ook ongevraagd van advies. En daar zijn we alleen maar heel blij mee. Taalgebruik heb ik zojuist al iets over gezegd. Het Twents model en de jeugdhulp en de verbinding daarvan. Met uw goedvinden nemen we die mee in de stand van zaken notitie, want dan kunnen we er wat uitgebreider op ingaan en ook even laten zien waar zijn we nu en hoe zijn we daar gekomen, als u dat goed vindt. Het abonnementstarief, dat is een hele vervelende. Als die onverkort wordt doorgevoerd, ondanks het negatief advies van de Raad van State, dan hebben we een probleem. En niet alleen wij, maar dan heeft bijna elke gemeente in Nederland een probleem. U moet zich voorstellen dat wat de minister wil, is €17,50 per 4 weken dat je gebruik maakt van de WMO. En daar zit gewoon een hele forse aanzuigende werking in. En de minister zegt van ja, dat scheelt in de administratie. Ja, voor een deel scheelt dat, maar dat andere deel krijg je wel terug via een omweg. En dat gaat ons echt heel veel geld kosten als die zo wordt doorgevoerd. De druk blijft er. Die is nu met name gericht op de Tweede Kamer, omdat de minister heeft aangegeven van ja, heel leuk dat de Raad van State een negatief advies geeft, maar ik leg het eigenlijk met zoveel woorden naast meneer. Mevrouw Hilbrink heeft de vraag. Mevrouw Hilbrink, aan u het woord. Ja, ik heb nog een aanvullende vraag over het abonnementstarief. Geldt dat ook voor de nieuwe WMO-verordening wat betreft de wooncomponent, dus de dakjes 1 en 2? Wethouder, aan u het woord. Ik zou het niet weten. Dat is ook een helder antwoord. Wethouder, maar ik ga wel zorgen dat u het antwoord krijgt, uiteraard. Ja. Als de wethouder erachter kan komen, als de wethouder daar duidelijkheid over kan krijgen, dan komt hij daar. Ik denk, laat ik nu de duidelijkheid geven door gewoon te zeggen, ik weet het niet. En dat gaan we voor u helder krijgen. Oké, helder mevrouw Hilbrink. Als de wethouder het helder kan krijgen, dan is het helder. En dan werk ik er zelf om meteen, dus dat scheelt. Wethouder, volgende. En de gemeente is als laatste daar nog over, is niet vrij om daar zelf wat mee te doen. Het is een algemene maatregel van bestuur en dan ben je gehouden om dat gewoon uit te voeren.
Dus ik roep ook iedereen op dat daar waar u bewindslieden en Tweede Kamerleden spreekt, om daar vooral op te hameren dat het abonnementstarief echt van tafel moet. Dat wordt de volgende financiële molensteen om onze nek als dit onverkort wordt doorgevoerd. De ChristenUnie vraagt nog naar een verslag van de mogelijkheden als je kijkt naar de combinatie jeugd, WMO en sport. We zullen die ook meenemen in de stand van zaken notitie, als u dat goed vindt. Ja. Want een verslag, of we dat zo 1, 2, 3 paraat hebben, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er op dat terrein heel veel dingen gebeuren. En we zullen u daar graag van op de hoogte brengen. Oké, nog een aanvullende vraag. Ik probeer een tweede termijn te voorkomen. Dus dat begrijpt u met z'n allen wel. Dus ik kijk ook even naar mevrouw Jansen. Had ook nog een vraag, zag ik net. Dus als u die vraag ook in eerste termijn kunt stellen, voorkomt het misschien in tweede termijn. De wethouder doet toezeggingen. Bent u tevreden, ja of nee? Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft aan dat hij in de volgende keer als we hierop terugkomen een overzicht geeft van wat er al gedaan wordt op dat gebied. Maar ik zou ook heel graag de toezegging van de wethouder willen dat daar ook geïnventariseerd wordt welke mogelijkheden er zijn die er misschien nu nog niet zijn. Zodat we ook daadwerkelijk in onze gemeente dat kunnen gaan realiseren. Het gaat er niet alleen om dat we nu met elkaar zeggen dat we bijvoorbeeld dingen kunnen gaan doen. Maar ik zou ook heel graag willen dat we nadenken over hoe we het hier ook gaan realiseren. Zodat er ook daadwerkelijk een aanbod komt voor de mensen met een beperking. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter, dan wordt die wel wat lastiger. Want u vraagt mij nu om de toezegging dat ik ga inventariseren de mogelijkheden die er zijn en waar we nu nog geen gebruik van maken. En dat is eigenlijk uitwerking voor een deel ook van de integrale beleidsnota. Dus ik vind hem, als ik hier ja op zeg, en dan trekken we hem voor nu denk ik te breed om hem in een toezegging te kunnen vatten. We nemen hem wel mee en we zullen bij de uitwerking van de integrale beleidsnota zullen we dat doen. En wat we nu kort weer kunnen geven, zullen we meenemen in de stand van zaken notitie. Goed, dank u wel. Mevrouw Jansen, aan u het woord. Hier is ook nog een vraag aan de wethouder. Aan u het woord. Ja, bedankt. Ik weet niet of de wethouder inmiddels klaar is, want ik had nog een tweetal punten dat nog onbeantwoord was. Dat heeft onder andere te maken met het onderzoek van hoe de jeugdhulp beter verbonden kan worden met het onderwijs. Daar had ik een vraag over gesteld. En daarnaast over het gespreksverslag. Of het ondersteuningsplan vrij is. En daar had ik de vraag over gesteld over hoe de verslagen in welke vorm dan ook worden gedocumenteerd. En wordt ieder verslag vastgelegd? Krijgt de inwoner hiervan bevestiging dan aan een kopie? Wethouder, aan u het woord. Ja. Dat is het meest korte antwoord daarop. En daar waar je kijkt naar de combinatie jeugdhulp-onderwijs. Daar zijn we zeker mee bezig. Dat is ook een vorm van een punt van gesprek in onder andere het OGO, waar de scholen aangeven van we zouden wellicht wel een jeugdhulp op scholen willen zien. Nou, dat is een suggestie die we nu aan het bekijken zijn van wat kunnen we daarmee, moeten we daar iets mee, ja of nee. Dat is een klein zijstapje, eigenlijk niet door bij de verordening, maar ik hoop dat ik hem hiermee voldoende beantwoord heb. Dank u wel. Dan is het de eerste termijn over dit onderwerp. Ik kijk de raad rond of in tweede termijn. Ik kijk naar de heer Albersen of... als het één zin is. De wethouder gaf al aan, dank u wel trouwens dat dat mag geven. Dat ik veel technische vragen gesteld heb, dat klopt ook. Die zullen wij zeker op een andere manier stellen. De wegen zijn bij ons al daarin wel bekend. Maar ik vind het wel belangrijk dat vandaag daar het gesprek wel over gewoon gevoerd wordt. Ondanks dat het over financiële zaken gaat en juridische... Oké, prima. Dit punt gaat naar de akkoordagenda. En ik dank u allemaal voor uw inbreng en ik sluit deze raadsdebat. Tot 18 december.